Alright, Olliers van zaterdag 14 november. Je Olly ziet er als volgt uit vandaag. Je hebt 10 minuten tijd om op te warmen. Ongeveer. Misschien dat je er ietsje langer voor kan nemen. 10, 12 minuten. 30 minuten ongeveer voor je workout. Er zit natuurlijk wat speling in. Afhankelijk van de rust tussen de imams. En aan het einde gebruik je wat tijd om schoon te maken. Je warm-up ziet er als volgt uit. Je hebt 2 sets van 10 clean deadlifts. 10 muscle cleans, 10 front squats en dan 10 push presses. Dan neem je 2 minuten rust en herhaal je het nog een keertje. Dan gebruik je weer die 7 minuten, net als vorige week, om op te bouwen naar een startgewicht voor je workout. En de workout is deze week 2 IMAMs van 13 minuten, dus 26 minuten in totaal. Nou, met een beetje rust ertussen zit je al gauw op die 30 minuten. Maar stel dat je het achter elkaar doordoet, dan kun je hier wat langer de tijd nemen om op te bouwen. Het is een squat clean vandaag. Er staat gewoon clean. Als er alleen maar clean staat, dan betekent dat eigenlijk altijd squat clean. En als het dan geen squat clean is, dan staat er power. Of muscle. Zoals hier, ook muscle clean. Hier is het dus gewoon een squat clean. In principe. Stel dat dat door een blessure niet kan. Dan doe je dat natuurlijk niet. En dan ga je zo diep als je kan. Na 1 clean doe je gelijk achteraan 2 jerks. Dat kan een push jerk zijn of een split jerk. Dat mag jij bepalen afhankelijk van of je juist wilt werken aan iets wat je heel moeilijk vindt. Of dat je bijvoorbeeld gewoon solid wil bewegen en doet wat je het beste kan. Dus dan mag je zelf kiezen, push jerk, split jerk. En het geldt ook voor de tweede. Zijn ze net omgedraaid, 2 squat cleans. Onderin mag je even de tijd nemen om te resetten. En 1 jerk, push jerk of split jerk. We starten met de clean deadlift. Het ziet er als volgt uit. De halter pak je op heupbreedte ongeveer vast. Misschien ietsje daarbuiten. Ik meet altijd zo een duim af. En dan ga je met je voeten onder de heupen klaarstaan. In de bodempositie. En daar vandaan kom je overeind. Helemaal rechtop staand. En dat doe je 10 keer. Als je dat hebt gedaan, doe je 10 keer een muscle clean. Dus je komt omhoog, na de knie explosief strekken en je trekt de halter helemaal door naar bovenop de schouders. Onderin starten, na de knieën explosief strekken. 1 keer nog. Als je de muscle clean hebt gedaan, hou je de halter in de frontrek op de schouders. Voeten op schouderbreedte, heupen naar achter en naar beneden voor de front squat. Denk elleboog omhoog, 10 stuks en daarna 10 keer push press, dip, drive en press. Voor de workout, je start met 1 clean. Volledige squat clean en 2 jerks. Dat mogen push jerks zijn of split jerks. Dat is de eerste imam. Bij de tweede imam doe je 2 squat cleans en 1 jerk. Push jerk of split jerk. Succes!